Heb je even voor mij? Ja. Ben je heel slecht, hè? Deze. Ja, die heb ik bedacht, hoor. Bent u François Bauer geboren op 30 december 1973 te Roosendaal? Ja. U was vorige week 14 jaar getrouwd. Werd dat jubileum gevierd met Babi Panga, Mihoen en Tauge? Nee. Hebben Maris en u wel eens ruzie? Ja. Heeft u wel eens een sms'je verwijderd? Nee. Maar is ze stiekem wel blij dat u weer op tour bent? Ja, heel blij. Uw oudste zoon Christian kan u ontzettend goed nadoen. Raakt u er zelf wel eens van in de war? Ja. Zou u weer ja zeggen tegen een real life soap? Ja. U zei ooit in een interview dat er voor u geen slechte muziek bestaat. Legt u de lat dan niet te laag voor uzelf? Nee. Gaat u ooit nog een slagenalbum uitbrengen? Ja. En nog een nummer met Donnie? Ja. Of toch liever een hit met Rammstein? Nee. Bent u wel chagrijnig? Ja. Liever Chinees dan Surinaams? Ja. Nee, dat is... Liever okay. Chinees toch? Ja, ja. Is televisie maken leuker dan zanger zijn? Nee. Zou u kunnen aarden buiten Brabant? Nee. Laat u wel eens iets aan zichzelf doen? Ja. In uw clip speelt u zichzelf van 85 jaar oud. Bent u bang om oud te worden? Ja. Maar wel om er ouder uit te zien? Ja. Of ook om er ouder uit te zien? Ja. Gelooft u in leven na de dood? Ja. En als u later in de hemel bent, met wie zou u dan een duet willen zingen? Ik mag alleen maar ja zeggen. Nee, daar mag je wel antwoord op geven. Met andere hazes. Andere hazes. Wilt u nog ergens op terugkomen? Nee. Ik wel. Wat laat je dan doen? Wat dan? Je laat u wel eens iets aan zichzelf doen. Maar wat dan? Ik zou krullen laten zetten. Zou jou wel staan. Dat was hem, Frans. Dank je wel. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.